Nieuwe maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan. Maar ken jij de bloedmaan al? In deze video vertel ik je er meer over. Namaste, ik ben Janine van Spiru. Een gloeiende rode bol aan de hemel, het is een bijzonder natuurverschijnsel. Vaak rennen we dan ook met z'n allen tegelijk naar buiten om het bijzondere spektakel te aanschouwen. Maar waarom? Hoe bijzonder is het eigenlijk? En wat is de betekenis van de rode bloedmaan? Wanneer de maan in de schaduw van de aarde staat, is er sprake van een totale maansverduistering. Door de rode gloed, die wordt weerkaatst vanaf de aarde, zal er een bloedmaan ontstaan. Als je geluk hebt, is Nederland net richting de maan gekeerd. Dan kun je het bijzondere natuurverschijnsel aanschouwen. Hoe ontstaat een rode bloedmaan? Zoals je waarschijnlijk wel weet, geeft de maan zelf geen licht. Het licht van de maan is een weerkaatsing van de zon. Wanneer de aarde precies tussen de zon en de maan staat, valt de maan in de kegelvormige schaduw van de aarde. Dit noemen we umbra. Langs de randen van de aarde ontsnapt dan toch nog wat licht dat wordt afgebogen door de atmosfeer. Alleen rood en oranje licht kan passeren en de umbra doordringen. Hierdoor kleurt de maan donkerrood tijdens de verduistering. De spirituele betekenis van de bloedmaan. De maan is de moeder van het universum en staat symbool voor onze emoties. De bloedmaanbetekenis op spiritueel gebied is verandering en spirituele groei. Door deze maan kunnen negatieve en onverwerkte gevoelens worden uitgelicht en kan er duidelijk worden wat jou op emotioneel gebied bezighoudt. Bij de bloedmaan draait het net als bij de volle maan om oogsten. Oog vraagt het je te kijken naar wat je los wilt laten, om ruimte te maken om jezelf te zijn. De Bijbelse betekenis van de bloedmaan. Sommige christenen geven de bloedmaan betekenis door naar de verhalen uit de Bijbel te kijken. De Bijbel zegt immers dat we moeten letten op de tekenen aan de hemel. Ik citeer: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzaggende dag van de Heere komt. Het zou een voorteken zijn van de dag des oordeels. Slecht slapen met de bloedmaan. Een maansverduistering kan veel in je losmaken. Je zou je onrustig kunnen voelen en moeite hebben om in slaap te komen. Of last hebben van overweldigende emoties en hoofdpijn. Hoe vaak komt de bloedmaan eigenlijk voor? Maansverduisteringen komen vaker voor dan we denken. Ze zien er alleen niet altijd uit als een rode bloedmaan. En soms komen ze voor als het aan de andere kant van de wereld nacht is. Er valt dan weinig te zien in ons kikkerlandje. Heb jij nog vragen over de bloedmaan? Laat het mij weten in de reacties onder deze video. Wil jij nog meer zinvolle tips en tricks? Informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.